We zijn vandaag in Nieuwegein bij de Projectmanagement Parade 2012. En het gaat vandaag over het vak voorbij. Van projectmanager naar ondernemer. Nou ben ik hier alvast mijn eigen onderneming begonnen. En we gaan eens kijken hoe die projectmanagers dat binnen doen. Mevrouw, boekje? Graag. Dank u wel. Ik ben een projectmanager en een ondernemer. Een projectmanager. Geen projectmanager, maar ik onderneem wel. Moment denk ik nog als projectleider. Nou, mag ik eerst even bij Young Professional houden? Ondernemende projectmanager. Ik denk het laatste. Nee, dat weet ik wel zeker. Ik ben een belangstellende. Ik denk dat ik allemaal ben. Ik ben een projectmanager en ik zit niet in een ondernemende afdeling. Ik vind een projectmanager moet sowieso een ondernemer zijn. Ja, ik denk dat het onderdeel van het vak is. Als je niet ondernemend bent, kan je volgens mij geen goede projectmanager zijn. Nou, ik vind het altijd leuk om van anderen te leren, hè? Want je zit zelf vaak in je eigen organisatie. Hoe onderneemt u dan? Ik verbouw mijn eigen huis. Af en toe je eigen opdracht bepalen en je eigen opdrachtgever zoeken. Met beide benen op de grond te staan in het zorgproces, want ik werk in de zorg. Welkom bij de projectmanagementparade van IPMA. Zoals je net gezien hebt bij de presentatie van Martijn Aslander, je ziet dat op Twitter al heel veel gebeurt. Mensen reageren daar gelijk op. Dat was trouwens nu zo tijdens zijn presentatie, maar ook de afgelopen weken zag ik al de eerste tweets verschijnen. En dus dat doet heel erg veel. De interactie, de communicatie naar elkaar toe gaat zoveel malen sneller en je ziet veel meer dat iedereen daar ook echt bij betrokken is. En daar ga ik het ook over hebben. De betrokkenheid van mensen in 30 landen binnen Leaseman Corporation, in 38 bedrijven, is vele malen verbeterd eigenlijk door de implementatie van social media binnen onze organisatie. Wat heeft u tot nu toe al voor goede ondernemerstips meegekregen? Je hebt niets meer nodig om te kunnen ondernemen behalve een goed idee. Ja, maak vooral wat meer fouten. Ja. Lekker op je bek gaan. Mooi. Er werd gezegd, projectmanagement is meer risicomijdend. En dat denk ik juist niet. Projectmanagement is juist veel meer aan die andere kant kansen benutten. Je kan allemaal tools en tips gebruiken, maar het is geen garantie dat het lukt. Ja, ik ben zelf wel een denker die eerst nadenkt voordat hij een stap zet. En ik heb vanochtend geleerd dat je gewoon een stap moet zetten en dan maar een foutje maakt en het weer moet herstellen. Ja, misschien toch wel wat meer met social media gaan doen. Maar de beste ondernemerstip geven we dan graag zelf. Het gaat om kunnen, willen en durven, ook in een project. Nou, dat de wereld van projectmanagement behoorlijk gaat veranderen de komende periode. Dat staat ook wel centraal hier. En het wordt in de workshops en in de keynote speech, komt dat wel heel duidelijk naar voren. En ik denk dat dat heel veel eisen met zich meebrengt voor de toekomstige projectmanager om goed te kunnen blijven functioneren. Waarom mag een projectmanager dit evenement niet missen? Omdat tegenwoordig het niet anders kan dan dat je ondernemend projectmanagement uitvoert. Het is echt onmogelijk om het op de oude manier nog te blijven doen. Dan ben je echt blijven steken in de vorige eeuw. En ik denk misschien dat het belangrijkste is om te weten van wat zijn de best practices van de workshops die je krijgt. En het interactieve manier met elkaar de kennis delen. Het is een unieke mogelijkheid om collega's te zien. Om eens kennis te maken met hoe anderen met bepaalde zaken omgaan. Om vraagstukken te delen en om een hoop kennis te slurpen. Nou, ik denk dat het een prima gelegenheid is om je vakkennis op peil te houden en nieuwe inzichten te verwerven. Nou, een projectmanager hoort altijd te leren. Volgens mij kun je hier ontzettend veel van elkaar leren. Je hoort heel erg veel van verschillende branches, verschillende bedrijven, verschillende mensen. Nou, ik vind het geeft altijd inspiratie. Om bij te zijn wat deze tijd met projectmanagement doet, zou je dit evenement absoluut moeten bezoeken. Thank you.
Nou, dat was weer een spannende parade. Goed georganiseerd, goede sprekers en met het ondernemen komt het wel goed. Ik heb dus alvast het volgende evenement in mijn agenda genoteerd. IPMA NL Congres Spant Bussum op woensdag 21 november. Noteert u hem ook even. En dan natuurlijk volgend jaar weer een parade. En dat is dan op 23 april 2013. Ja, die staat helaas nog niet in mijn agenda. Maar misschien kunt u hem alvast noteren. Ik zie u daar graag terug.